Goedemorgen. We zijn weer eens onderweg. We zijn richting Dierenpark Amersfoort, was het? Ja. Park Amersfoort. Zijn we eigenlijk, ik nooit geweest, Suus misschien? Nee. Ook niet. Zijn we alle twee nog nooit geweest om uit een hele leuke dierentuin te zijn. Maar, dat gaan we uiteraard niet alleen doen. We gaan nooit iets met z'n tweeën. Gaan we een keer met z'n tweeën doen, leuk. Gezellig. Dat is doen. Ja, leuk. Kan. We gaan het natuurlijk niet alleen doen. Maar met wederom de vriendjes van Peace Vlog, Ryan en Daan. En dat niet alleen, we hebben een andere vriendin bij ons. Gaia. Daar zit ze. Gaia! Hallo! Kennen jullie nog van de vorige keer toen ze zo leuk aan het huppelen was? Nou, dat is dit nu geworden. Het is iets groter. Het is ietsje groter. Suus is er ook bij inmiddels nog. Die zit zomaar daarachter. Ja, verstopt. Dus, maar jullie waren wel in het dierenpark Amersfoort geweest, toch? Ja, zeker. Ja. Waar ligt het precies? Schijnt in Amersfoort. Oh, echt? Ja. Oh, vandaar, ja. Dus dat, wij nog niet. Hadden we net ook al gezegd. Dus we gaan het zo zien. De beestjes mogen mee. Dus niet alleen Gaia, maar Suus heeft ook de Ewok dingen. Suus, laat je Ewok dingen zien. Kijk, dat was zo. Eén oor ook. Ja. Dat zou niet waar zo straks gaan we drie mensen teruggaan. Dat zijn ja, dat ze ingesloten worden. Ja, dat kan ik dus. Niet echt blijven. Dat lijkt me heel veilig. Ja, precies. Let op, doe die ENA. Dus, maar goed, ik zeg altijd maar zo. Dat is korter dan dierentuin. Dus we zijn er. Over hoe lang zijn we er ongeveer? Ja, ik denk een minuutje of 15, 20. Ja, een kwartiertje, 20 minuutjes. Ja, dus we zien jullie zo in de dierentuin. Kijk, kijk, kom even mee kijken. Gezellig. Dus tot straks in de zoo. Tot zo. Tot. Ik vind het goed. Dank je. Zo, we zijn er. Heel fout. Komen we bij de ingang. Gaat er een stroopwafelsteentje. Een verse stroopwafel. Dus we zijn gelijk aan de stroopwafels begonnen. Nou, warm ook nog. We hebben vers gesneden. Maar het kunt er nou wel grappig uitzien. Is het berenverblijf, maar als je denkt van waar zijn de beren? Wintertijd, hè? Die zijn mijn hobby aan het uitoefenen. Wie moet je hebben? Ah ja! Die willen hij is wel buiten. Hoe ligt hij? Niet bedreigend wild, ja. Speen. Je neemt me de maling, je zit met de foppen. Je zit met de foppen, ja. Ik vuur ze sowieso niet alleen qua Ewok in het thema. Maar ook met, hoe heet die ook? Je had de naam opgezocht hè, van Euromaus. Die heet helemaal geen Euromaus. Ze weet het niet meer. We houden het bij Euromaus. De meest doordachte naam in het wild voor een beest. De oehoe, zeg maar. Dat is het geluid zou een beetje maken. Ja, precies. Er is ook een stemming geweest over de naam van een kat toen ze dat gingen noemen. Dat was eigenlijk miauw, maar daar zijn ze van afgeweken. Ja, en als je dan denkt van waar zit die, dan kan je hem altijd natuurlijk roepen, hè. Oeh. Nou, als je geluk hebt, komt hij. Of niet. Wat is dit voor... Kwak. Dat is ook bier. Een kwak. Ja, dat is ook bier. Ja hoor. Dat is het eerste waar ik aan denk bij het woord kwak. Ja. Hey, nu deze naam even uitspreken. Vind me haper. Groen wangamazone. Goed zo. Groen wangamazone? Een wangamazone. Volgens Suus is dit een wangamazone. Niet een gewone Amazone, nee een wangamazone. Wangamazone. Sorry, het was niet goed gedaan. Volgens Suus is dit dus een groen wangamazone. Duidelijk te zien. We zeggen, wij vinden zelf over het algemeen de normale Amazone vinden we leuk, maar de wangamazone, die doet het hem. Die eet fruit, noten, bessen en bloemen. Vandaar de wanga, hè? Dat snap je wel. Is het wanga?
En dat is ook zo vol overtuiging ook gewoon, dat is toch het mooiste. En een babyfantje, wat leuk. Ze hebben dat lekker naar de zin. Ik vind de aankleding ook leuk overal. Niet zomaar kooi, hok, klaar. Dit is de wilde Homo sapiens in zijn natuurlijke omgeving. Natuurlijke habitat. Natuurlijke habitat. Er zijn extra beveiligd achterglas en achternetten, want die schijnen heel gevaarlijk te zijn. En het leuke van zou ik zeggen, de Homo sapiens is dat naar boven met de trap gaat nog wel, maar naar beneden moet ze altijd glijden. Dus dat gebeurt daar. Dat is wel grappig om te zien ook. Dat gebeurt hier in het wild gewoon. Dus ze zijn nu even in het bovenhok. Omdat de verzorger is natuurlijk voor zijn eigen veiligheid, is die aan het schoonmaken. Dus ja, die moet dan beveiligd zijn. Dus vandaar dat ze boven zitten even. Maar dat is dus dit hok, zeg maar. Zal ik zeggen, ook de Olifanten Center Parks. We hebben hier een 600 vierkante meter binnengebied voor de hele kudde. Met zand en speelgelegenheid. En ik heb begrepen dat de Aquamundo is daar achter weer. Speciaal voor de olifant alleen. Met een inkijkstal. Waar zijn de dames? Flauwde. Zit jouw vriendjes? Nee, die waren daar waar je net stond te filmen. Maar die verzorger liep in het hok, dus die zullen er dan niet buiten zijn, hè? Nee, is ook alweer zo. Oké. Oh, was dat die hyena's? Dat was het mensenverblijf, zeg maar. Ja. Nou, je hoort het, ik zat ernaast. Het was niet voor de Homo sapiens, dat was voor de hyena's. Dit is de gym, zeg maar. Hier worden de olifanten getraind en schoongemaakt en getrimd en gewassen. Pedicure, manicure, dat gebeurt hier binnen. Deze dingen zijn echt wel heel leuk hier in de dierentuin. Ik zal maar zeggen, alles is hier niet alleen maar zomaar dierentuin. Maar ook ingericht als speeltuin voor de kinderen, zeg maar. Dus ze kunnen, terwijl ze bij de dieren zijn, kunnen ze klimmen en klauteren. Dus dat is wel gewoon erg leuk. Dit zijn ze aan het inrichten, zo te zien. Nou, ik zei net al tegen Suus, die zal je maar werken. Zeg takkenwerk. Dus. Ik heb mij laten vertellen dat dit een wilde bobcat is. Een wilde bobcat? Een wilde bobcat is dit. Bob van Vleerzaam. Ja. Maar overal zijn dus dit soort... En mensen vinden het ook interessant om naar te kijken. Hè? Heel spannend wat hier gebeurt, natuurlijk. Overal van dit soort podiumpjes. Dat is wel een precies. Waar de verzorgers... zijn en doen. En de baby olifant. Ja. Ma erbij. Ik kijk naar die andere mensen. Vind je het een mooi park? Nu al. Zou dit bij kan komen? Ja, dat is echt wel leuk. Die kleine in het water, lekker. Die ligt er zo. Leuk, we zijn de meiden. Dit is de andere kant van het hyena-verblijf. Is het waar we net al waren? Ja, we stonden net aan de kant. We stonden net daar? Ja. Dan. Ja, precies. Maar ze zijn inderdaad nu buiten. Je kan dus overal redelijk dichtbij. Weer zo'n speelding geval. Volgens mij is het zo'n beetje bij alle verblijven. Als je echt er doorheen kan. Meestal. Je kan ook daar dat soort grotten kan je in met Maar als dit dan zeg maar de J na is, we stonden met een andere kant. De J voor was dat? De J voor. Ja, dat was de J voor, ja. Ben je sneller. Aan de rug.
Die zijn de grote witte wilde witte herder is hier. Zeg maar. Nou, heel fijn dus. Wat is wat staan we hier te doen? Nou, niet zo bold. Een of andere gat ook daar. Kan je, ik denk dat je daar met je hand in kan, dat je dan mag raden wat er aan je vinger zit te knabbelen of zo. Ik weet het niet, maar ik krijg een beetje claustrofobie. En dan ben ik nog maar 1,80. Maar daar in de verte staan de zuste vriendjes. Ergens in de verte, ja. Oh ja. Oeh, kijk wel. Zal ik hier mijn trucjes proberen, zeg maar? Oh ja, doe eens. Ja, ik kan het niet harder. Dus hier, ik zeg van, ik heb geen megafoon. Kijk dan. Ja. Nou ja, meer in de zin van, ben jij wel goed? Spoor jij wel? Oh ja, iets gevaarlijks in ieder geval, gezien het slot. Pas op. Ja. Of, hè, gisteren was het nog open. En vanmorgen hebben ze dat ding dicht gedaan. Dus dat slotje, dat zit er... Pas op. Dat kan natuurlijk niet. Oh, dus. We moeten samenleven. Echt, hè? Ja. Ik kus heel hard op zijn gezicht drukken. Ja, precies. Leuk dat hij nog goed aangaat dan. Ja, maar dat... Ezeltjes. Ezeltjes, strikje. Maar die... Die ene ezel, die heeft, zal maar zeggen, die doet liever moeilijk. Ja, die heeft jeuken. Ja, die zit te eten, zit te kauwen. Ja, die heeft jeuken. Met tegelijkertijd. Een soort milk. Ja, precies. Maar alle, ja, ook dit is weer leuk aangekleed. Alles is een beetje qua thema naar de landen waar het van is, zeg maar. Een beetje Animal Kingdom zonder de attracties. Of in ieder geval nagedacht over de thematisering. Voordat je zegt, nou... Zitten ze er? Geen fijne trap. Oké. Doet hij nog iets? Het is ook weer zo'n hele glijbaanconstructie. Maar zitten ze er of zitten ze binnen verblijven of wat? Jongen, Timo, Zijn er niet? Ik heb geen idee. Niet hier in ieder geval. Dat is volgens een antilopen. Ja, die eten ze. Hallo? Hier, ik voor je. Zo, hallo. Zo! Dans of je bril op. Zat er dus eentje op Pride Rock, Pride 3. Ja, de trappen zijn niet zo heel fijn. Gaan we achter Timo zitten? Morgen. Leuk hoor, we kunnen elkaar. Ik ga het gewoon doen, ik weet niet waar ik uitkom, maar. Het is helemaal gewoon. Nou, ga ik het doen? Ja, weet je.
Claire. Yay! Het wordt heel donker. Yay! Yay! Nou, daar komt Arjan. Yay! Maar waar gaat deze trap dan naartoe? Helemaal naar rechts, oké. Okay. Of wel? Hè? Nee, dan kom je bij hetzelfde punt uit, ja. Fijn. Nou, toch een soort endoging, hè? Ja, is echt... Nee, Expedition Everest is er niks bij. Zo. Suus heeft, zou maar zeggen, de eigen dino gevonden. En Gaia vindt het ook leuk. We zijn inmiddels in het dino-bos. Ondertussen. Dit was het. Waar komen deze vandaan? Dat staat er steeds bij. Dit is de... De gehoornde hagedis. Ik weet niet hoe het is. 6 meter lang. Ja. Deze vleeseters leefden waarschijnlijk in grote groepen. Waarschijnlijk. Ja, dat wil ik niet meer vertellen. Nee, ja, precies. Dood gingen ze in ieder geval niet in grote groepen. Anders hadden ze dat wel geweten. Vindt u die nooit Disney? Dit lijkt een beetje op Aladar, ja. Dat is de neef van de Iguanodont. Niet te verwarren met de Iguanodoo, die is veel meegegaan er. Waarom krijg ik wel een beetje het idee van time? The ever flowing river. Toch Arjan? Dat is pas een vrachtwaggel. Kijk, en als je naam, sorry, als je alle namen kwijt bent, dan noem je het gewoon de andere hagedis. Ja. Wat is die? Dat is een andere hagedis. Wat wou jij zeggen? Ik onderbreek je weer. Nou, hoe heb je ledematen? Met mijn ledematen? Ja, ik was met hem. Ik had er 159. Ja. Hoezo? Ik kan het niet. Ja, Nessie inderdaad. Gaia, dat gaat niet echt te makkelijk zo. Die krols. Dames. Ik wil niet heel erg wantrouwend overkomen of zo, maar niet gelijk kijken. Maar er zit een monster onder de bank. Een witte wolf is dat. Een witte wolf. Ja. Ja. Ze zijn leuk, ja, maar ze zijn giftig. Ja? Oh. Ja. Komt door die hele grote ogen dat ze zo schattig zijn. Ja, ja, grote, smaken, ja. Maar door bijten of door... Nou, oh. Ze maken een stof aan en pakken ze vanuit en dan... Wow. Oeh. En dat is dan dodelijk of word je heel ziek van? Of, Wij mensen worden ziek van. Oh. Andere dieren kunnen daardoor ook dood. Dat zijn ook echt gewoon jagers, zeg maar. Ja, dat zijn ook jagers.
kleine insectjes en zo. Alleen, wij hebben hier een buidelkonijn. En ik, volgens mij is dat een buidelkonijn, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Waar zit hij? Waar zit hij? Zit hij? Daar staat de toren, hoe is dat? Kruintje zo. Wat een leukjes. Ja, leuk. Ja. Ik ga niet staan hier. Wie is dat? Ah, cool. Ik vind het een leuke dierentuin, ja. Ja, Arjan moet het nog steeds even vragen. Terwijl hij net aan het filmen was. Of is de batterij leeg? Is de batterij leeg? Oh. Oh, dan moet jij het even vragen. Ja, hij had net een vraag aan ons en die verpestte ik met mijn Japanse tuin, zeg maar. Ja. Ik weet niet wat antwoord was eigenlijk. Ik ook niet, heeft hij het niet gezegd. Dat vond hij, hij zegt, ja, het hoeft niet meer nou. Ik had wel bedacht, maar het werkt nou niet meer, ja. Om zo maar zeggen, even duidelijk te zijn waarom ik bang ben voor vlinders. Die zitten dus hier, in dit verblijf. Heb je dat hek gezien? Nou, daarom ben ik bang voor vlinders. Geloof je toch niet, man? Groot stinkbeesten. Ach, ze zijn gewoon giftig, zijn dodelijk. Iedereen vindt, kijk eens hoe leuk en romantisch. Ze zijn gewoon hartstikke gevaarlijke beesten. Ik ken echt niemand die bang is voor vlinders. Nou, jawel, je kent mij. Ja. Kijk je. Straks valt er achterover. Ja. Nou, liggen ze hoor. Zuste vriendjes. Hoi, we zijn door het hek gelopen. We staan in het verblijf erbij. Nou, dat zijn dus de hyena's. Ik vind het donker heel mooi. Lekker te slapen. Nou, we gaan weer, als ik zo op mijn bek ga, dan weet je hoe het komt. Eng. Gewoon goed vasthouden. We zitten inmiddels weer in de auto onderweg terug. Het regent een beetje. Wel eens voor, dus we hebben het geloof ik net gemist eigenlijk. Maar wel een korte samenvatting. Superleuke dierentuin. Klaar. Wat was het eigenlijk? Ja, het is erg leuk voor het hele gezin. Groot speeltuin is het eigenlijk waar dan de beesten doorheen lopen of andersom. Dus een dierentuin waar je doorheen kan spelen. Allemaal leuk gethematiseerd. Sushi ook leuk? Ja. Nou, jullie waren er al geweest. Zeker. Vonden jullie het leuk om er weer naartoe te gaan? Heel leuk. En over speeltuin gesproken, is zelfs echt ja, daar zijn we omheen gelopen. Een beetje in het midden van het park is dat. Ja. En de dino bos natuurlijk. Ja. Ja, daar heb ik ook een stukje hiervoor net voorbij van zien komen. Zeg. Ja. Dus, maar het zeker aan te raden, Amersfoort. Bij het wegrijden, let op. Het schijnt dat er een bord naar Utrecht is weggehaald. Dat is goed. Zwolle is best leuk te raden. Zwolle, leuk stad ook. Dus, maar we zijn er op tijd gekeerd. Dus zeker aan te raden. Dus we gaan het weer hierbij laten. Hate to the apples. Hate to the apples? Hate to the apples. Oh! Ik denk wel vrij. Ik zit ondertussen gelijk met Suzette met Amerika te chatten. Vandaar, je snapt dat even niet. Maar goed, bedankt voor het kijkje weer. We gaan weer gauw verder. Tot de volgende keer. Doei! Doei.